Oké, dit is het moment waar we allemaal op hebben zitten wachten. Ik presenteer jullie mijn nieuwe daily. De Toyota RAV4 Fun Cruiser. De Toyota Fun Cruiser, de RAV4 Fun Cruiser. Wat is dit nou eigenlijk precies? Het is een mini driedeurs SUV uit de jaren 90. Hij kwam in 94 op de markt. Het is de allereerste RAV4 die Toyota maakte. Dit exemplaar komt uit 96. Hij is van de eerste eigenaresse geweest die hem tot deze zomer van 2023 heeft gereden. Haar man had een Toyota garage en hij is dus in al die tijd perfect onderhouden. En ik ben er best wel bijzonder trots op. Ik was dus op zoek naar een simpel, geinig, niet alledaagse auto om als daily te rijden nu ik de S5 heb verkocht. En ja, deze voldoet aan al die gekke eisen. Er is niks normaals aan deze auto. De Toyota RAV4 is bijvoorbeeld bijzonder kort. Moet je eens kijken naar die wielbasis. Als ik mijn armen strek, kan ik er bijna helemaal bij. Dat betekent een inimini wielbasis. Hij is zelfs korter dan een Toyota Yaris driedeurs uit die tijd. Maar tegelijkertijd zitten de wielen helemaal op de hoeken van de carrosserie. Heeft die permanente vierwielaandrijving en is het gewoon een heerlijk scheurbak. 0 tot 100 in 10 seconden, maar eigenlijk interesseert dat niemand. Want zodra je wegrijdt in die ding, heb je gewoon een glimlach op je gezicht. Dan door naar de achterkant. Je ziet echt heel erg klein hier. En dan kom je achter en dan valt natuurlijk op dat gigantische reservewiel wat vol op de achterkant zit. Om nogmaals te onderstrepen dat hij echt bedoeld is voor offroad. Daar staat ook op, en het is hier zwart gemaakt, staat op Toyota RAV4 fulltime 4x4, dus niet parttime. Niet zoals alle werkende Nederlanders tegenwoordig, maar fulltime 4x4. En nog iets wat meteen opvalt aan die achterkant is dat die deur echt gigantisch is. Want ondanks dat die heel kort is, moet ik toch elke keer als ik hem parkeer opletten hoe ver ik hem naar achteren zet. Want als ik achter iets erin wil laden, moet die deur helemaal open. En moet je dus gewoon ruim een meter extra achter die auto doen. Ja, die auto is leuk, gek, quirky. Niet alledaags precies wat ik eigenlijk zocht in die auto. Ja, en een van de dingen die ik eigenlijk het allerleukste vind aan deze auto is het dak. Tenminste, het dubbele dak wat open kan. Je ziet dat er al eentje open staat. En als ik dan naar binnen ruik, doe ik zelfs de achterste heel gemakkelijk omhoog. En die kunnen er ook allebei uit. En als je dan even deze kant op komt, dan kan je ook zien waar je die dan bewaart. Want stel je wil als een cabrio of targa dak gaan rijden, dan moet je ze wel ergens kwijt. En hier achterin heb je een houder voor allebei de deurpanelen, zodat je ze er zo in kan hangen, vast kan zetten en weer weg kan rijden. Ja, ik vind het echt briljant. Er is zoveel geks aan deze auto. Maar ja, dit is natuurlijk een inimini bagageruimte. Dus wil je meer spullen meenemen, dan is het heel makkelijk om die stoelen plat te gooien of zelfs helemaal omhoog te kiepen. Waardoor je eigenlijk best wel veel mee kan nemen. En dus onze hond Silver hier ook perfect in past. Nou, en voorin een heel gewoon jaren 90 interieur. Niet veel bijzonders, maar daarmee dus eigenlijk ook oerdegelijk. En ja, zoals je ziet, het ziet er nog bijna als nieuw uit van binnen. Ja, en hij heeft natuurlijk ook de verplichte jaren 90 details op de zijkant met de stickers, de logo's, de kunststoffen bumpers die lekker verweerd zijn, de rode lak die ook flink verweerd is. En best wel een goede poetsbeurt kan gebruiken, maar dat gaan we natuurlijk snel allemaal fixen. Dat gaan jullie zien. Eerst gaan we even goed genieten van deze nieuwe
toffe auto. Ik ben er trots op en jullie gaan hier nog heel veel van zien hier op Powerstyle.